Hallo allemaal en welkom bij deze video. In deze video gaan wij jullie een soort van rondleiding geven door Sint-Yves Zout. Dus laten we beginnen. Let's go! Wij zijn nu op het speelpleintje. En zoals je ziet heeft het vannacht ook gesneeuwd. Maar we gaan nu even alle speeltuigen die hier allemaal staan, gaan wij nu uittesten. Joehoe. Let's go! Dan hebben we deze inzetschommel. Het is wel een beetje koud. Dus ja, ik denk niet dat het een strak plan is om daar eventjes op te gaan schommelen. We hebben ook deze driezitschommel. Ik weet het niet zo heel goed. Heel leuk voor mijn vrienden in te zitten. Maar zoals je ziet, zal dat maar voor de zomer zijn. Dan hebben we ook dit draaiding. Die moeten eigenlijk knopen. Zoals je ziet, we weten het niet. Maar oh, ik ga van sneeuw. Ja, yes, dat is daar nog mee. Maar het is super leuk dus. Dus we moeten eigenlijk een soort van op gaan wandelen. Oh, dus kijk wat. Ik denk dat dat niet zo is. Hoe moet je dit? Oh, kut. Allee, god. Ah! Daar gaan we dus het beste niet op gaan. En dan hebben we hier dus ook nog zo'n draaiding. En dan moet je eigenlijk aanhangen. En zie je, dan draait het dus. Maar ik durf het eigenlijk nu niet te uitproberen, maar ik ga het eigenlijk wel doen dus. Ja. Zie je, oh, een elefant in mijn broek. Zo dus. Het is een superleuk speeltuigje, maar heel vuil. Maar we gaan nu door met het volgende. Hier nee, ook Monkey Bars. Bah! Ja! Bah! Ik raak hem vooruit. Oké. Okay. Op met het volgende. Dit is hier dan ook, zoals je kan zien, een spinnenweb. Heel leuk om met mijn vrienden een beetje te chillen. En je kent er wel zo. Yo. Leuk. Volgende is dit dingetje. En dat is zoiets om op te springen. Zijn dat nu even ook uittesten, hè? Ja. De twee. We waren dus straks aan het monteren en we hebben gezien dat die beelden eigenlijk niet zijn opgeslaan die we in de voormiddag hebben opgenomen. Dus daarmee gaan we het nog een keer voor jullie uittesten en ja, nu ligt er geen sneeuw meer, maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Ja, dus de bedoeling is dat iemand daar zit en de andere staat aan de andere kant en die springt eigenlijk en dan vliegt de andere zo gezegd in de lucht. Dus dat gaan we uittesten. En ik ben het proefkonijn vandaag! Yay! Ah, ja. Oké, dit was dus dit ding hier. Ja. We gaan dus nu ook naar de fabriek en daar kan je eigenlijk allemaal hobby's kopen. Ja, en ook daar doen wij ook ons YouTube-kamp, dus we gaan even filmen, hè. Dus hier heb je de inkomhal, we gaan gewoon naar binnen. Zo. En we gaan nu. Dat is binnen, zoals je kan zien. En daar, in dat zaaltje, werken dus allemaal mensen. En dan nu mijn Peter. Ja, dus we gaan nu even nog iets klein filmen. Dit is dus de ruimte helemaal. Eigenlijk echt super goed. Normaal gezien staan die tafeltjes hier allemaal. Maar als corona er niet geweest was, waren hier ook echt super veel concerten. Van Gaspar Doel onder andere of andere. En daar is dus het optredenzaaltje. We mogen eigenlijk niet binnen gaan, maar zie je, dat is helemaal donker. Maar daar is dus het optredenzaal. Hier achter mij staat ook de kniazolder, daar kan je ook je hobby een beetje uitoefenen, vooral als je heel graag knutselt en tekenen en gewoon creatief bezig bent. We mogen dus van de meneer naar binnen en we gaan nu even een kijkje nemen in de kniazolder. Het zijn allemaal schorten en hier ook nog wat verfpotten. Papier, penselen, scharen. Ja, van alles eigenlijk een beetje. Hier dan een super grote tafel. Ja, daar veel vriendelijker. Ja. Ook hier wat een afwasbak en zo, sponsjes, van alles en nog wat. Hier zijn dan de superleuke kunstwerken, echt super mooi. Hier staan ook portretten en ook schilderijen. Er zijn hier echt super veel van. Oh, hier een super mooie schilderij. Heel mooi. Hier staat dan ook nog meer materiaal en schilderijen en nog zo wat. Hier achter mij staat ook de sporthal en ja, hier kun je natuurlijk sporten en je hobby's eigenlijk doen. Ja, heel leuk. Als laatste gaan we ook het muzieklokaal filmen en daar hebben wij nu onze YouTube-kanaal. 20 minuten. Voilà, dit is het zowat en ja, wij zijn hier nu ook bezig met filmen. Dit was dan onze rondleiding door Sint-Yves Zuidhem. We hopen dat jullie het leuk vonden en ja, tot de volgende keer. Dag!
Let it snow, let it snow, let it snow. Hallo allemaal. En welkom bij deze nieuwe video. Ik heb het weer gezegd. Oh my god. Dit was dan onze video. Nee, dit was... Oh, okay. Hier achter mij is dat ook de sport. Wat is dat? Ching.